Nou, dag 5. Ik moet wel zeggen, echte dag 5, want eigenlijk is het dag 6. Want we hebben de maandag niet meegekregen van aankomst en een beetje acclimatiseren. Maar dag 5, echte dag 5. Gisteren had een heel goed gesprek gehad met Huub. Over allerlei dingen, wat goed en fout en wat wij willen en wat we denken. Er zijn wat dingen die verteld moeten worden. Een van de dingen is, gistermiddag zou, dus vrijdagmiddag, zou de airco worden aangesloten. Dat zijn wel 2 weken aan het smeken of die alsjeblieft gedaan kan worden. En die jongens komen uit Curaçao, zijn overgekomen om aan te sluiten. Die hadden hem al geplaatst, moest alleen het laatste stukje kabel er even in gedaan worden. En die jongens kwamen er gistermiddag om 4:30 achter dat de aanvoerkabel er niet ligt. Nou zeg, 3 maanden de tijd voor gehad en waar waren we vergeten. Dus jongens zijn teruggegaan, die komen maandagochtend komen ze weer terug om die aanvoerkabel te gaan doen. Want ja, ze konden niet meer werken, het werd weekend. De man van de schakelaar voor de krachtstroom is nog steeds niet geweest. Maar we zouden vandaag andere dingetjes doen. Want de lijm is binnen om de marijntje op te plakken. Wat is de marijntje? Nou ja, die zouden in een van onze vlog. Dat zijn de wanddecoraties die we bij alle Luciano's hebben. Die zou vandaag geplakt gaan worden om 9:30. Ik zou samen met iemand zou de ketels gaan doornemen. De sorbetmix aftappen omdat we daar toch niks mee kunnen. Ketels schoonmaken. En eigenlijk, het is 9:55. En ja, wij zijn eigenlijk te laat, Angelique en ik. Kijk, Angelique is er ook weer. Hey. Wij zijn eigenlijk te laat en dus we dachten van nou ja, even doorlopen, want anders zijn we, ja, kan niet maken, kan je gewoon niet maken. Maar het is 9:30 en er is helemaal niemand aan het plakken. En er zijn helemaal geen medewerkers om mij te helpen met de ketel aftappen. Dus Angelique en ik hebben net een waanzinnige beslissing genomen. We lopen lekker terug, we pakken onze strandtas en we maken weer een mooie stranddag ervan. Kijk, het is heerlijk weer, af en toe een wolkje. Het is blauw water, blauwe lucht. Het is een mooie dag voor het strand. Kijk, de zaak is toch helemaal klaar. Kijk, hij is gewoon klaar. We zijn er klaar voor. Alleen nog eventjes de airco en de stroom. En de muren. En de muren. Dus kijk, daar ook de koffiemachine is aangesloten. Alles. Die zou er ook zijn trouwens om 9:30. Maar volgens Bonaireaanse begrippen, er is niemand om 9:30. Dus ik ben er ook niet meer om 9:55. En Angelique ook niet. Wij gaan lekker naar het strand. Prettige zaterdag verder. We willen net weglopen en daar komen de mannen van de stikker. Dus er gaat toch iets gebeuren. We gaan nog niet naar het strand, we gaan even kijken hoe dat plakken gaat. Daar ga je door. Nee, die rijden niet door, die komen eraan. En dan gaan we eens even kijken naar de stikker. Echt, nogmaals, alle lof voor Huub. Ik ken weinig mensen die zo hard werken. Iedere dag van 8 's morgens tot 12 's avonds is hij alles aan het regelen. Maar wat loopt hij tegen muren aan die je zegt, hey, god, om iets geregeld te krijgen moet je echt smeken hier zo. Maar nogmaals, er staat echt een mooie ijsel en het komt wel goed. Nou, een kleine hoera mag er wel vanaf. We hebben 3 dingen nodig. De mannen die plakken, het behang en de lijm. Nou, de mannen die plakken zijn er. Nu gaan we achter de lijm en het behang aan. Dat is spannend, misschien gaat het vandaag toch gebeuren. Allemaal spulletjes uitpakken. Het is allemaal voor de ijssalon. Er staat wel een boel. Hier is het ook voor de ijssalon. En hier is het magazijn voor de ijssalon. We gaan het magazijn krijgen. Jij op de foto. Eelco, de grote man van de ijssalon. Dag jongens. Die gaat al wat ijs maken. Die hebben onze Wassenaar op stage gelopen. En hier de rest. Maar je ziet niet veel, maar dit is het hele magazijn. Prachtig magazijn voor onze spulletjes. Hier ligt onze melkpoeder, de suikers, de wafeltjes. Nou zeg. We kunnen beginnen. Het is allemaal wel positief dit. Wat een verrassing! Wat is de verrassing? Nou, een blinkende bende. Zal ik je een verrassing vertellen? Ja. Oh. Nou, je mag een verrassing vertellen. Vertel maar. Vertel in de camera. Die gekke verrassing. Nee, ik wil jullie eerst even een leuke zelf over. Oké. Okay, nee, niks ernstigs hoor. Nee. Dan doe ik de camera even uit. Ja, dat is niet voor de camera geschikt. Dat is niet voor de camera geschikt, nee. Worden we eruit getrapt? Nee, luister. Ik dacht echt... Worden we er... Dat kan echt nog nooit hier. Rondelang. Gaat hij uit of aan? Nee, doe maar uit. Doe maar uit, oké, dan lachen we. Dus dit eiland erbij. Dit is humor. Wat Huub dus niet op de camera wilde vertellen, maar wat ik dus nu alsnog ga vertellen. De mannen die dus de ramen hebben geplakt hier zo, kijk. Die komt er boven die piano's. Ze zijn dus druk bezig. Zie ik het goed? Ja, we zien het goed. Hier de buitenreclame hangt al. Dat zijn ook de mannen die dus de marijntje zouden gaan plakken. En Huub probeerde heel voorzichtig te vertellen dat de mannen durfden het niet. We pakken het niet aan. Dus hij is de hele dag op zoek geweest naar iemand die dat durft. Het is een soort tekstenwang. En ja, deze mannen durven het niet. Ze hebben gezegd, sorry, we doen het gewoon niet. Klaar.
Dus Huub was vandaag lichtjes in paniek, heeft hij niet verteld aan ons. Maar hij heeft het ook zelf opgelost. Meneer Wouter en meneer Wouter die gaat dat alsnog nu ons opplakken. En dus is de grote redder van het hele project geworden. Die wil opvallen. En die raampje nog. Gaat nu wel hard. Er is vandaag heel veel gedaan zonder dat ik erbij was. Morgen is het zondag, heb ik wel een dagje vrij verdiend. Nee, maandag gaat de airco pas aan, dus dan kunnen we pas echt iets gaan doen. Maandagochtend vroeg gaan we beginnen. Het wordt wel spannend allemaal, dan hebben we nog 3 dagen. Ik heb wel alle vertrouwen erin. Ilko heeft bij ons een maand meegelopen in de zaak. Ilko kan echt alles. Maar ja, alles moet wel werken en we moeten met Ilko nog even 1 keer alles doornemen. We hebben Stephanie en Stephanie heb ik ook al leren ijsmaken. Dus ze kunnen het wel, alleen ik wil er zelf bij zijn als we opstarten. Dus het wordt spannend. Maandag, dinsdag, woensdagmiddag gaan we weg. 2,5 dag om alles echt in orde te maken. Spannend, kort dag. Morgen maken we nergens. Nog één keer binnen kijken hoe de avond gaat worden. Het bestaat, hè? De berenlul. En je gelooft het niet, maar het bestaat. Berenlolo. Berenlolo in Spaans. Altijd lekker.